synode te Rome over het gezin is achter de rug. Wij polsen naar reacties en staan stil bij de betekenis ervan. De verwachtingen naar deze synode, ja, die waren op zijn zachtst gezegd ooggespannen. Bij sommige mensen leeft er daarom ook echt wel wat ontgoocheling. Ja, versta je dat? Hoe zou jij daarop reageren dan? We zijn nu enkele dagen na het afloop van de eerste synode. En inderdaad, als je nu dat document bekijkt, een soort slotdocument van deze synode, dan kun je inderdaad ontgoocheld zijn. Ik ben voor een stuk ook ontgoocheld, moet ik zeggen. Maar vooral omwille van het feit dat ik tijdens de synode na de eerste week eigenlijk toch een ander document gezien had. Dus dat tussentijdse rapport, als je die tekst bekijkt, dan zie je wel toch een heel andere benadering, een andere toon, een andere redenering die gebruikt wordt. En als je daar tegenover nu het slotdocument bekijkt, dan kan je inderdaad ontgoocheld zijn. Men zegt toch ook van ja, er is wel een deur opengeduwd, er is een deur opengegaan. Herken je ook dat? Inderdaad, het lijkt erop dat nu voor de eerste keer de bisschoppen echt naar elkaar geluisterd hebben, dat ze ook open gesproken hebben. Dus dit is er denk ik wel gebeurd en wat dan naar buiten is gedrongen, wel, we hebben inderdaad gehoord dat er toch duidelijke meningsverschillen bestaan tussen bisschoppen. Het zijn twee kampen, maar ik denk wel dat het zeer belangrijk en zeer heilzaam op lange zicht, op lange termijn zeker is, dat die meningsverschillen zijn aan bod gekomen, dat man in een discussie is kunnen treden, dat man argumenten en visies en posities heeft kunnen uitwisselen. Ik denk dat is echt een voorwaarde om iets te veranderen in de kerkelijke leer. Want anders zitten we gewoon met twee kampen en dan is de vraag wie haalt zijn gelijk en dan kan niemand eigenlijk tevreden zijn. Als verslaggever voor Tertio, de laatste dagen van de synode in Rome. Je hebt daar met heel wat mensen gepraat. Wat zijn jouw voornaamste indrukken daar? Voor mij persoonlijk was het de eerste keer om een synode echt ter plaatse mee te maken. Anders was het op afstand van hieruit. Het is inderdaad een mooie kans om te zien hoe het allemaal eraan toe gaat. Ik heb zowel kardinalen, bisschoppen als ook de Grieks-Orthodoxe metropoliet Athenagoras uit België, als leken gesproken die daar waren, geeft toch een heel ander beeld en de sfeerproeven maakt toch dat je er anders naar kijkt dan als je alleen moet voortgaan op persberichten. De indruk was toch dat iedereen echt vond dat het een open, frank en vrije spreken was toegelaten. Paus heeft dat heel uitdrukkelijk gevraagd in zijn openingsspeech, heeft ook in zijn slotspeech daarvoor bedankt dat men het ook echt gedaan heeft. Ja, we weten uit vorige synodes dat het vaak heel gestuurd was en dat er wel onderwerpen waren waar niet over gesproken mocht worden, dat er eigenlijk toch die vrijheid niet was. Dus eigenlijk mogen we zeggen dat het op dat gebied zeker een geslaagde synode was. Als je de synode nu bekijkt, wat zijn voor jou hoopvolle tekenen, dingen waarvan je zegt van ja, dat ben ik echt wel dankbaar om dat dit gebeurd is? De eerste is toch de paus. Die deze synode heeft geïnitieerd, die toch op een zeer decente manier, maar toch zeer aanwezig eigenlijk uitgedrukt heeft wat hij van de bisschoppen en wat hij van deze synode verwacht. Hij heeft inderdaad ook duidelijk gemaakt, wel, het gaat mij om een kerk die niet met zichzelf begaan is, maar een kerk die echt meegaat, tochtgenoot is, de vreugde en het leed van de mensen van vandaag deelt. Daar gaat het over. Het tweede teken van hoop is voor mij inderdaad dat eerste document, dat tussentijdse rapport. Als je dit leest, dan heb je toch de indruk, oei, hier spreekt er een andere kerk. Hier wordt er een ander perspectief ingenomen. Daar gaat het helemaal niet over veroordeling van een bepaald gedrag of van bepaalde samenleefvormen. Helemaal niet, maar het wordt in eerste instantie gekeken naar wat zijn er voor positieve elementen in. Wat zijn er voor authentieke waarden ook in
constellaties, gezinsconstellaties, die niet voldoen aan wat de kerk daarvan verwacht. Maar het wordt in een positief licht gesteld en het wordt gebruikt als een uitgangssituatie om van daaruit pastoraal actief te worden. De eindteksten die lichter. Ja. Volgend jaar is er een vervolgssynode, om zo te zeggen. Welke kansen zie jij in die eindtekst? Laten we eerst zeggen dat het een grote verrassing was dat de paus ervoor gekozen heeft om die tekst integraal te publiceren. Ook de drie passages die niet waren goedgekeurd, eigenlijk met een 2/3 meerderheid, maar die toch een behoorlijke meerderheid hadden, maar net niet genoeg, zoals de passage rond het omgaan met homoseksuelen, toch maar 5 stemmen tekort om een 2/3 meerderheid te hebben. Nu, de paus heeft gezegd, we gaan die toch publiceren, want deze synode was niet bedoeld om tot besluiten te komen, zoals het anders gaat, en dan zijn het echt adviezen aan de paus. Het is een tekst die bedoeld is voor het verdere debat aan te wakkeren, dus laten we ook maar die niet goedgekeurde passages meegeven. Die zijn niet weg uit het debat. Dus de paus heeft duidelijk aangegeven, het debat gaat voort, we nemen geen thema's weg, er worden geen thema's opnieuw taboe. Het doek is niet gevallen, we gaan hier verder met de discussie. Een van de thema's die dan opduikt, waar wij misschien vanuit Vlaanderen ook echt kunnen naar kijken, is een thema van het groeien in geloof. We kennen dat onderwerp, groeien in geloof. Het was ook een synode over evangelisatie eigenlijk. Maar er is niet alleen het verstandelijk groeien in geloof, er is toch ook de morele groei in het geloof. De oproep eigenlijk om altijd leerling van Jezus te zijn, ook in ons handelen en om permanente bekering te ondergaan, zoals de slottekst het formuleert en neerschrijft. En geleidelijk aan groeien op die manier. Ja, op weg zijn naar. Ja, in Vlaanderen kennen we op dat gebied, spreken wij vaak over een groeiethiek, wat professor Roger Burgrave toch een grote man in is. En ik denk dat Vlaanderen daar expertise in huis heeft om op dat thema ook echt iets te brengen naar Rome volgend jaar, waar wij een boodschap hebben rond die groeiethiek en dat groeien in het morele handelen.